Yo, leuk dat je bent. Welkom bij de video. Vandaag ga ik Fortnite spelen en ik ben hier ook. Ik ben net geland in Wailing Woods. Ik dacht, ik kan wel weer leuk dat ik net aan kon vliegen en dan beginnen. Deed ik ook origineel, maar er was nog iets fout in mijn recording. Dus, hallo, leuk dat je er nu bent. En ik ben vandaag in Wailing Woods. Weet je waarom? Ik heb namelijk een grandioos idee. Ik speel solo's. Dus eigenlijk, ik moet eerst even wat loot hebben. Dan kan ik het zo laten als ik leg het in de tussentijd wel uit. Ik heb ook even mijn camera een beetje verplaatst hier en daar. Ik dacht, nou weet je, wel mooi links onderin ook zo'n hoek. Maar nu kan je ook de chat zien. En als ik iemand kill, dat je ook echt ziet dat ik heb gekild. Of als ik dood ben, dat je echt ziet dat ik dood ben. Maar wij gaan hout hakken. Althans, dat is mijn plan. Want ik wil graag een Sky dinges doen. Stairway to Heaven challenge. Maar dan winnen. Het moet gewoon een keertje lukken, weet je. Misschien, het lukt nooit. Nou, het lukt nooit. Ik kom altijd wel op tweede plek of zo. Maar ik kom nooit echt gewoon hoog. En dat moet veranderen. Het moet gewoon klaar, einde. Het komt nu goed. We gaan nu een Stairway to Heaven challenge doen. Maar dan, pardon, dan gaat die lukken. Dus we hebben zoveel mogelijk hout nodig. Al het hout dat ik kan vinden. En daarom zijn wij in Wailing Woods. Want hey, als je echt hout nodig hebt, dan gaan we naar Wailing Woods. Of dat stink mooiste meier. En de cirkel zit niet goed, zeg maar, voor een Stairway to Heaven challenge. Hij zit er niet echt goed voor. Dat betekent, zeg maar, want je moet net buiten de cirkel zitten, of net in de cirkel in ieder geval, om een goede Stairway to Heaven challenge te hebben. Ik zat echt trouwens voor de mensen die afvragen, wat is een Stairway to Heaven challenge? Ik zit het allemaal wel mooi uit te leggen. Dat is dat je gewoon één grote trap maakt, echt mokerhoog. Dus gewoon, laten we zeggen, wat ik niet meer kan bouwen, zo hoog. En dan gewoon letterlijk boven de map, blijf je een beetje chillen. Wacht jongens. Oh, ik ook al geschoten. Boven aan de map blijf je gewoon een beetje chillen. En dan moet je zo lang mogelijk overleven. En dan gewoon dus gaan drankje van de cirkel meebouwen. Totdat je, ja, in dit principe dood gaat. Want het is zo impossible om te winnen. Oh, ik ben niet de enige die hier van plan is om een Stairway to Heaven challenge te maken. Of te maken te doen. Volgens mij ziet hij me. Not sure though. Kijk. Let op, we gaan de Stairway gaan verpesten. Let op. En dan gaat hij. Oh, hey, hallo. Schieten ze niet op mij? Oh boy. Ze schieten ook op mij. Oké. Hallo, we gaan hier escapen. Want ik wil gewoon rustig mijn hout hakken. Maar dat kan natuurlijk niet als ze beschoten worden. En ik heb alleen een shotgun. En daar hebben we niet zoveel aan. Shotgun only. Maar we gaan kijken wat we kunnen fixen. Ik heb genoeg hout om mezelf te beschermen. Oh, kijk, hij is daar dood gegaan. Maar waar is die guy die hem gekild heeft? Weet je, we gaan de woods in. Ik ben wel benieuwd. Ik ben benieuwd wie hem gekild heeft. Dus we gaan kijken. Of die guy die hem gekild heeft nog leeft. Waarschijnlijk is hij ergens aan het healen. Althans, dat hoop ik. Niet. Eigenlijk. Soort van wel, soort van niet. Wel dat ik een tijd heb en niet dat hij dan weer geheeld is. Dus. Hallo? Show me the way. The way or the way. Oh my days, what the hell. Ik ben hier zo lang niet meer geweest in Wailing Woods. Geef mij eens normaal. Kijk, daar heb je hem. Ik zag hem. Kijk. Oké, let op, blijf achter die boom. Precies in dit lijntje, dan ziet hij me niet. Oh. Kijk, let op. Oh boy. Oh boy. There we go! Ik wacht al, waarom sterf je niet? Ik miste er een aantal, maar ik raakte toch ook wel heel veel. Hello, loot! How are you doing, zeg? Kijk eens aan wat een loot wij hebben. Oh. Oh, dit is clean. Switchen we die voor die, want dat is goed. Maar trouwens niet. Weet je, we doen een shotgun. Ik mis een paar bullets, maar weet je, het gaat nu een stuk beter. Yeah. Boogie bomb. Gucci gang. Yeah. Skuu. Kijk, we nemen alles mee. Nemen we die ook mee. Switchen we die in voor die. Kijk, dit is perfect voor een Stairway to Heaven. Want ik allemaal goede loot, goede ammo. Kan overleven, maar we gaan nog steeds onze Stairway to Heaven challenge doen. Want hey, wij willen niet zomaar quitten, weet je. Dus hallo. Ik was zo blij, want ik miste zoveel bullets. Maar die guy miste ze ook. Dat is gewoon Battle of the Noobs, weet je.
Maar het kwam goed uit. We hebben gewonnen. Ja, toen hebben we de battle gewonnen. Maar nu gaan we ons hout verder hakken. En doen waar we origineel mee bezig waren. Dus hallo. Of we hebben echt behoorlijk, we hebben echt moken veel hout nodig. Maar de cirkel zit mee als we een normaal potje zouden willen doen. Oftewel, ik heb tijd om hout te hakken. En nog om steen te hakken. Want Stairway to Heaven, ja, dat kost echt al je resources gewoon. Want anders gaat het helemaal fout. En daar willen we niet. Dus hierna, als ik 999 steen heb, gaan wij ook nog eens dingen verzamelen. Steen. Ik bedoel hout. Ik weet nou niet wat ik zei, maar... Ik bedoel, als wij 999 hout hebben, dan gaan we steen halen. Ik weet niet of ik dat net ook zei. Voor mijn gevoel zei ik 999 steen. Kijk, we hebben nu genoeg hout, dus... I've been shown the way. Oh, that way. Oh, that way. Wat is dat? Dat is die lama, right? Ja, kijk. Oh, hij is een beetje beschoten. Oh, oh. Bad boys. Oké, we gaan even steen hakken hier, oh. Voor mijn gevoel krijg ik echt veel sneller resources dan normaal. En dan gaan we ergens hier al gaan we beginnen met de stairway maken. En hopen dat niemand mij spot en dat de cirkel ergens hierin gaat. Wat waarschijnlijk niet zo is, omdat ik weet... Ik wil een video opnemen gerelateerd aan de stairway. En dat kan natuurlijk niet, want de cirkel zit niet mee. Dat is wat ik denk. Maar we shall see. We shall see. Yes, yes. Hello, I see stone. Give me some stone, you know. 27 gelijk. Nou kijk, ik kom al ver. Omdat ik gewoon in Wailing Woods ben hier ook. Gewoon niks doen, een beetje. Nou, niks doen. Een beetje veilig van alle battles. Weet je, dus het komt allemaal wel goed. Hallo, loot. How are you doing? Geef mij nog eens wat stone. Nou, loot. Het is niet echt loot, het is meer steen. Beam, bam, boom. En dan metaal. Nou, fuck, dat duurt allemaal te lang. Gewoon steen hakken. Steen. Ik kom hier echt nooit op het randje van de map. Echt, wat de hel. Maar, je kan er wel afspringen. Dat weet ik van een livestream van me. Dat ik geen teammate van me gewebwoezeld had. Ging ik aan het randje staan. En toen zeg ik, laat ik zeg maar zo. Ergens hieronder. En toen ging hij erop staan. Toen ging ik hem editen. En toen viel hij er doorheen en ik niet. En toen was hij dood. Het was echt veel te funny en leuk. I enjoyed it a lot. Kijk, hier langs de rand heb je zelf... Oh, de cirkel. Oh, nu kunnen we mooi beginnen. Dus echt alle steen hier ook nog hakken. Dan kan ik echt wel mooi beginnen aan de Stairway to Heaven. Oh, oh. Maar in je eentje is het echt lastig. Want dan heb je zoveel resources nodig. En ze gaan zo snel op. Zo. I don't know. 5-5. We komen er zelf achter. Hé, daar is licht loot. Oftewel, is daar iemand gekilled? Volgens mij wel, hè. Daarom kijk die. Daar. Oeh, de dinosaurus. Zoals de coole kinderen dat zeggen. Oké, we gaan even kijken of ik aan die steenanen nog genoeg heb. Want ik wil, dan kunnen we misschien, I don't know, boven op de berg beginnen. Misschien kan ik erop lopen van een bepaalde hoek. Nee, dat kan niet. Zie ik al op de map. Dus dan moeten we maar eens gaan lopen. Want ja. Hallo? Wat ligt hier allemaal? Oh, mini shields. Die nemen wij zeker mee. Thank you very much. Die gaan we niet innemen, die ene. Trouwens, ik heb een idee. Neem hem in. Want we gaan hem toch niet nodig hebben. En doe zo. Hoppakee. Die gaan we meer nodig hebben. Door de omdat we de cirkel, zeg maar, damage gaan krijgen. Oftewel, let us begin making this beautiful stairway. Kijk, oh, dit is de perfecte koffer. Oh! Ik heb echt by far een goede koffer gevonden nu. Kijk, dan doen we. Oh mijn god, Max, kom op. There we go. We moeten even een beetje kijken. Zo. Zo. Weet je, dat die niet gelijk gedestrooid wordt, weet je, als ze gaan bouwen. En dan kunnen we. Het RV safe. Ach, er is nog zoveel waarschijnlijk ze me kunnen pakken. Ik denk als ik gewoon rustig hier wacht. Tot de cirkel gaat bewegen, zeg maar. Dus nog een paar seconden. Ik denk, nou, dat loot heeft geen zin. Want dat is al geloot. De deur staat namelijk open. Maar gewoon... Oh, wacht. Die kist kan ik nog wel pakken. Risky business. Nee, dat kan niet meer. Want dan moet ik zeg maar daarheen. Tegen de tijd dat ik daar ben. Dan moet ik nog helemaal terug hierheen lopen. En dan die cirkel die gaat zeg maar over 30 seconden ook. Dus we wachten nog heel even. Voordat wij weggaan. En dan gaan wij, neem ik aan, even verder bouwen, weet je, over dingen zijn. Dus dat is ook een goede koffer voor boven ons, ik bedoel onder ons, voor boven de tegenstanders. En er zijn nog maar 17 man alive. Nou, ja, dit kan nog wel goed gaan. Misschien, ik sowieso geen win, want ja, hoe wil ik ooit winnen als ik zeg maar helemaal daar zit? Oké, de cirkel gaat over 6 seconden. Dus kijk hoe snel die gaat. Oké, daar gaat hij. Kom op. Oh, kijk, ik heb 1,5 minuut. Dus dat red ik wel, zie je? En we moeten langzaam meegaan. Want als ik nu al omhoog ging, dan zien ze me natuurlijk een stukje sneller. En dat is niet de bedoeling. Maar het kost zoveel. Want nu 10 per dinges kost het. Per trappetje. Kijk,
kijk, de cirkel is iets sneller dan ik volgens mij. Of we zijn echt exact even snel. Ik hoop dat ik dit red. Please tell me I'll make it. Please tell me I'll make it. Kijk. Rustig aan doorbouwen. Niks aan de hand. Oké. Okay. Yo,